toen was ik opgenomen. Zondagavond. Maar ik had aan de dag gezegd. Geen zak aan. Nou, vanochtend onder het mes gegaan. En, het schijnt voorspoedig gegaan te zijn. Ik heb een beetje last nog van de morfine en de anesthesie. Maar op zich gaat het allemaal goed. Ik heb net al gestaan. Jee. En dat was behoorlijk pijnlijk. Te gaan zitten is pijnlijk, anders met je buikspieren is momenteel pijnlijk. Maar het ziet er vooralsnog veelbelovend uit. Dus ik heb een dubbelloopstoma. Nou, dat klinkt toch ontzettend borstend, nog niet? Ik dacht, ik laat het zien. De dag na de operatie ben ik aan de wandel. Met mijn uitbreiding. Met mijn begeleiding van de morfine. Maar ik loop weer. Yay. Nou, vandaag was eigenlijk de dag dat ik naar huis zou gaan. Dat is niet gelukt. Want de morfine ging gisteren af. En daarna nam de pijn eigenlijk zoveel toe en die smeltabletten die hielpen eigenlijk te weinig. Dus daar krijg ik nu meer van en ik mocht nog een dag blijven, want ik, ja, als je thuis bent moet je toch meer gaan doen. Ook qua je eigen, jezelf verzorgen en eten en drinken, dat soort dingen allemaal. Nou, dat was eigenlijk niet zo'n goed plan. Je mag pas weg als je bent ingesteld. Gisteren ben ik thuis gekomen. Die stoma zit er dus in. En, maar ja, het is wel een soort gekke dag gisteren, omdat eigenlijk ben je in het ziekenhuis ben je allemaal patiënt als je daar bent. En als je dan gisteren thuis komt en je ziet het bed zo staan, dan in één keer valt toch ook op dat ik degene ben die patiënt is in ons leven. En dat daar de komende maanden heel veel energie naartoe gaat. En dat is best lastig. Dus gisteren was wel een emotioneel zware dag. Vannacht was ook gewoon wel pittig. Het is gewoon, die stoma laat heel veel lucht doen momenteel, wat ik super gênant vind. En ook naar Ariel toe, die er heel makkelijk in is. En daar eigenlijk helemaal niet zo mee zit. Maar dat is gewoon, ja, het zal wel wennen zijn. Het schijnt na een week na de operatie ook minder te worden, omdat ze bij die operatie al veel gas in je maag hebben gepompt. Maar goed, dus dat zijn allemaal minder leuke dingen. Zometeen komt thuiszorg, maar ik heb nu eerst bedacht dat ik even een stukje ging lopen. Nou, dat is pittig genoeg, kan ik je zeggen. Dus ik heb een klein blokje gedaan. En ik ben blij dat ik zo meteen weer thuis ben. En dit is Lulu. Lulu was met ons mee op vakantie toen we met de camper door Frankrijk heen trokken. En had eigenlijk afgelopen jaar mee gewild naar Noorwegen. Maar dat komt nog wel een keer, hopen we. Ze zat altijd bij Eva in Leeuwarden en die heeft ze nu even meegenomen. Kijk, daar worden mensen al vrolijk van. En nu heb ik een stukje gelopen samen met mijn lieve dochter. Hallo! En dat ging eigenlijk hartstikke goed, dus ik ben heel blij. Nou, ik heb eens even gelopen en mijn hartslag is echt direct 120, dat is echt bijzonder. Maar dat ging in ieder geval goed en dan merk je ook dat dat ook wel weer helpt om weer positiever in alles te zijn. En dat is denk ik wel een beetje de achtbaan waar ik nu in zit, dus dat op het moment dat je in het ziekenhuis bent, is iedereen gewoon ziek. En hier gaat het in één keer over mijn ziek zijn. En moet ik gewoon accepteren dat ik ziek ben en dat ze me beter gaan proberen te maken. Nou, dan ging het gisteren nog ontzettend goed. En dan vandaag lig ik op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Want ik had koorts. Die lijkt nu weggezakt. Ze hebben allemaal testen gedaan. En ik moet nog wachten op de uitslag van het bloed. En de coronatest die ik weer heb mogen hebben. Dus, en daarna helpen we weer naar huis te kunnen. En we zijn weer onderweg naar huis. De koorts was onverklaarbaar. Ze hebben goed en grondig onderzocht. Wat betekent dat ze overal hebben gekeken en overal hebben gevoeld. En nu mag ik weer naar huis. Ja, en ik heb een hele fijne chauffeuse die neemt de route met alle hobbels die ze maar kan vinden. En als ze denkt, ik kan nog stoppen voor een stoplicht, nou, dan doet ze het even vol in de ankers. Dat geeft helemaal niks. Dat doe ik. Ben je gratis erbij. Dankjewel. En zo was ik gisteren voor de spoed in het ziekenhuis. En vandaag lig ik op de spoed in het ziekenhuis. Maar nu op een operatiekamer. Want mijn darm, mijn stoma ging mis. Die was door de brug heen gezakt. Nou, dat is nooit goed om door een brug heen te zakken. Dus dat hebben ze nu gehecht. Ja,
never a dull moment. En mijn trouwste fan. Yay. Die niks liever doet dan weekenden in het ziekenhuis doorbrengen. Zeker, en privéchauffeur. En, ach, daar kijken we straks ook weer naar uit. Nou, en dan zijn we weer onderweg naar huis. Want de ontstekingswaarden zijn iets te hoog, maar blijkbaar niet iets heel geks. Dus iemand zei, nou, misschien is er ergens een absces of een beginnende longontsteking. Hè? Maar dat hoor je dan wel als je klachten krijgt. Dus succes ermee. En hebben ze me gehecht aan mijn stoma. Dus we zijn echt aan elkaar gehecht. En het rijden gaat steeds beter voor Arjan. Daar wil ik even een compliment over geven. Dus, maar er komen nog wel wat hobbels. Dus dat was er weer. En komt allemaal wel goed. Het is nu maandagochtend. We hebben gisteren weer contact gehad met het ziekenhuis. Omdat ik weer verhoging kreeg. En dat is gewoon niet goed. Dus ja, ze zeggen van je kan komen, maar dan gaan we waarschijnlijk niks doen. En ik wilde ook gewoon echt niet meer heen. Je merkt dat twee keer naar zo'n spoedeisende hulp en daar wachten en wachten. Dat breekt je op. Het is niks ten nadele van het ziekenhuis, want ik snap dat het moet. En het was nodig dat ik heen ging, zeker gisteren en eergisteren, dat ze niks kunnen vinden. Ja, dat had gisteravond ook niks gebracht. Maar als je dan in één keer weer 38,5 hebt, dan denk je, er gebeurt iets in mijn lijf wat niet goed is. En dat wordt psychisch wel wat zwaarder. Dus we moeten het nu aanzien vandaag, vanochtend ook nog weer verhoging. En als het blijft moeten we weer contact hebben. Maar waarschijnlijk gaan we dan morgen naar het ziekenhuis, naar de poli. En dan gaan ze het verder onderzoeken.